Ho, ho, ho. Piep gaat af. Ja, ja. Geen gordel om. Gordeltje om. Ja, ja, ja. Piep, 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 piep. En weg. Maar intussen, vrienden, wil ik het even hebben nog over het wel of niet vaccineren. Want ja, daar zie je nu de discussie over. Iedereen heeft het daarover. Wel of niet doen. En wat hebben we nu gezien de laatste tijd? Ja, 75% is er nu voor om het wel te doen. Ja, dus het gaat steeds beter in Nederland. En dan hebben we nog 25% over die of twijfelt of het niet wil doen. En nu het vaccin er is, komt die discussie eigenlijk steeds dichterbij. Mensen gewoon uit je eigen omgeving die jij dan ineens aan de telefoon hebt en je hebt het er eventjes over en dan ineens hoor je van, oh, maar ik doe het niet. Nee, ik ga die injectie niet nemen. Nee, want je weet niet wat erin zit en je weet niet wat de bijwerkingen zijn. En misschien krijg je er wel autisme van of misschien wordt je hele DNA wel veranderd. En noem het allemaal maar op wat je er allemaal niet van zou kunnen krijgen. Ja, dan probeer je zo iemand toch een beetje eigenlijk om te praten. En dan vertel je van, ah, waarom zou je het niet doen? En denk er nou nog eens goed over na. En zo gaat het maar door, En voor je het weet, ja, wordt het dan toch ineens een beetje een ongezellig gesprek. Ja, je denkt bij jezelf, het bijna een soort ruzieachtig toontje wordt het dan en het wordt helemaal niet leuk. En dan denk je, laat maar zitten en ik heb het er maar niet over. Maar ja, daar heb ik mee te maken nu, want het zijn dan mensen die je goed kent of het is bijna familie. En zo gaat het maar door. En dat heb ik niet alleen. Ja, jullie komen ook die mensen tegen die zeggen van, ik doe het niet. Alleen, het hele vreemde is nu, als je dan tegen ze zegt, ja, maar straks mag je dan bijvoorbeeld niet meer vliegen? Dan zeggen ze, oh, maar dan doe ik het wel. Oh, dan doe je het wel. Ik bedoel, je was net nog enorm tegen. En nou ineens zeg je van, ja, maar als ik dat en dat niet meer mag, ja, dan doe ik het wel. Dus ze zijn ook niet zwaar gemotiveerd in hun twijfel en om het niet te doen. Nee, als ik dan te veel moet inleveren, nou dan ga ik maar gauw overstag. Dat is het dan. Nou, kortom, het is dus eigenlijk nog volkomen onduidelijk bij die twijfelaars en die mensen. Maar goed, tegen al die twijfelaars en al die mensen die nog denken van, ik doe het niet, zou ik willen zeggen, vrienden, waar ik de hele tijd tegen geageerd heb, om niet egoïstisch te zijn in deze tijd, dan is het nu de tijd en dan komt nu jullie moment aan waar je het wel mag zijn, want dit is het punt in de hele crisis dat je wel egoïstisch moet zijn. Want je moet alleen nog maar denken, oh, het gaat er hier om dat als ik die prik neem, dan kan ik geen corona krijgen. Punt. En verder hoef je niet daarover na te denken. Dat is het enige waar je mee bezig moet zijn. Dus dan zou ik zeggen tegen jullie, denk aan jezelf. Denk aan ik en nog eens ik. Pak die prik. Dus dat is hem. Ik. Pak die prik. Dat is hem. Zo moet hij gaan. En dat is wat we noemen gezond egoïsme.